Blank Space, Anti-Hero, Cruel Summer. Op de Radboud Universiteit werden deze en nog veel andere hits van Taylor Swift gedraaid. Hier vond namelijk een ware Taylor Swift-bom plaats. Oftewel bewegen op muziek. Een uur lang werd er gedanst op nummers van de Amerikaanse popster, waarvan ook hier de populariteit duidelijk zichtbaar is. Vandaag zijn we bij Radboud Sport en Cultuur en hier vindt een bewegen op muziekles plaats. Vandaag de Taylor Swift editie. Bewegen op muziek, daar wordt hier elke dag gegeven. Daar is een sportles met cardio en fitness elementen en van alles. En het gaat vooral om de muziekbeleving. En dan lichten we iedere keer een bepaald thema uit. En zo hebben we een K3-bom gedaan, we hebben een ABBA-bom gedaan, Queen-bom gedaan. En iedere keer wordt er dan één bepaalde artiest uitgelicht. Ja, en dat is zo gaaf. Dat slaat zo aan. En vandaag dus Taylor Swift, dat binnen no time was uitverkocht. Een uur, het waren ze allemaal vol. En we verwachten nu dus ongeveer 300 mensen, want bij onze specials, onze bom specials, mag je een introducee meenemen. Nou, het is aangevraagd vanuit klanten. Die hebben het gevraagd en u roept bij draaien. Wij weten natuurlijk hoe populair Taylor Swift is op dit moment. We zagen ook hoeveel door me gevraagd werd. En in de vooraankondigingen die we hebben gedaan dat we het gingen doen op Insta, daar waren de reacties ook zo eindeloos. Dat ja, wij wisten wel dat het zo snel vol zou lopen. Ja. Genoeg nummers van Swift werden gedraaid, maar welke was nou eigenlijk het lekkerste om op te dansen? Ik had aangedragen of het misschien leuk was om een keer een thema dag te doen met Taylor. Dat muziek helpt je met het sporten. Ik vergeet gewoon dat ik een sporter ben als ik muziek hoor. Ik word er helemaal blij van. Ja. Ik denk dat vandaag mijn favoriete nummer toch Cruel Summer was, ja. Ja, dat was wel fijn. Ja, die was fijn. Op de Taylor Swift, dus mijn vier kinderen denken vast, oh mijn god, oma die gaat ook. Shake It Off natuurlijk. Voor mij All Too Well. All Too Well? Ik had liever de 10 minuten versie gehad. Shake a lot. Elke ochtend.